Het waait de laatste tijd behoorlijk en daar hebben uiteraard de molens voordeel bij, de windmolens. Niet alleen de molens die energie opwekken, maar ook de conventionele molens van vroeger. En met een graanmolen, zeg maar. We gaan even kijken, binnenkijken bij molen De Star in Bankrug, hoe het daar allemaal is. De plannen zijn voor de toekomst. Ja, ik ben intussen aangekomen in de molenwinkel. Het is hier lekker warm. Er is hier ook van alles te zien en ook te koop. Ik praat even met een molenaar van dienst, of in ieder geval in de winkel van dienst. In de molen, de draait nu op volle toeren. Nou, hoe is het? Want Ditlef, jij bent ook molenaar. Ja. Een vrij jonge molenaar, denk ik. Ja, nee, ik ben nu 10 jaar gediplomeerd. Oké, okay, en... Ik ben 20 jaar rond, dus... Waar heb je je opleiding? Grotendeels hier zo, in deze molen. Oké. Okay. Het is wel geen officiële instructeursmolen, maar een molen had zoveel ervaring dat de instructeurs zijn van, kunnen het hier ook prima. Oké, okay. En waarom heb je die keuze gemaakt om molenaar te zijn? Want ik neem aan dat er meer een hobby is dan dat je er dagelijks je brood mee kunt verdienen. Het is echt een hobby. Ja, het is echt een hobby. Zaterdags hobby en okay. Door de week heb ik er wel tijd van, maar, ja. Maar daarnaast heb ik wel de baan ernaast. Dus, oké, okay. En wat vind je er zo leuk aan die hobby? Ja, gewoon de oude techniek. Okay. Het fascineren van jongs af aan al ja. De hele techniek, het draaien van de molen. Terwijl de techniek wat er binnenin zit, alle raderen drie draaien. Mm-hmm. En dat ja, sprak me enorm dusdanig aan, dan kunnen we 12 mocht ik hier komen helpen. Oké, okay, dus en dat is nu allemaal binnen, zeg maar. Dat diploma is ja. Klaar. Ja. En je bent hier iedere zaterdag. En wat gebeurt hier dan als je hier bent? Nou, zaterdagmorgen heb je vaak mulverkoop. En dan zijn andere vrijwilligers die komen, drinken altijd samen een bak koffie hier zo. Ja. En dan zaterdagmiddag gaan we vaak in de molen zelf aan de slag. En dan probeer je toch elke zaterdagmiddag sowieso wat te malen. Ja. Ik ben net gestopt met wat mais te breken. Oké. Okay. We gaan straks verder met gebroken mais verder ja. Malen. En wat gebeurt daar dan mee? Dat is allemaal veevoer. Oké. Okay. Voor menselijke consumptie wordt er praktisch niks gemalen of wel? Op deze plek niet. Op nee. Deze plek niet, oké. Okay. Het heeft mee te maken, het is voor ons vrijwilligerswerk, ja. Ja. Het hobbywerk. Ja. En als je echt voor consumptie wil malen, moet je zoveel regels voor doen. Oh ja? Oké. Okay. Dus. Ja, dan krijg je met de hygiëne wat te maken. Ja, precies. Dus het meel die jullie verkopen hier in de molenwinkel, de schuur dus naast de molen, de starren in Balkbrug, dat is eigenlijk niet ter plekke, dat wordt niet ter plekke gemalen, begrijp ik. Nee, dat wordt bij een okay. Andere boersmolen gemalen ja. In Hellendoorn. Oké, okay, op zo'n manier. En hoe is het met de omzet? Komen geregeld mensen de winkel binnen om wat te kopen? Ja, dat loopt wel wat terug in de afgelopen okay. Jaren. Dus een stukje reclame kunnen jullie wel gebruiken? Dat is altijd wel goed. Ja. Nou ja, wie weet of deze reportage daartoe aan bijdraagt. Dus zeg nog even de openingstijden. Ja, nou, in principe zijn we zaterdag van 9:30 tot 1:00 is de winkel geopend. Ja. En dus de molen ook te bezichtigen. En vaak zijn we hier met zaterdagmiddag ook nog wel. Ja. Als de molen dan draait, is de winkel in principe ook wel open. Oké. Okay. Maar dus, ja. Woensdagmiddag zijn we van 2 tot 4. Ja, en wat verkopen jullie dus? Meel uiteraard. En dat is ja. Gewoon meel om brood te bakken, pannenkoeken te bakken, gebak te bakken. We hebben een vrij gevarieerd assortiment. Ja. Dus we kunnen inderdaad meel voor brood bakken. We hebben meel inderdaad voor pannenkoekenmeel. We hebben cake mixen. Dus van alles en nog wat. Ik heb ook begrepen dat er mogelijkheden zijn om een cursus te volgen. Hè? Brood bakken of zo, klopt dat? Ja, binnenkort hebben we organiseren nog 2 broodbakcursussen. Op 14 maart en 4 april. Ja. Dus en als deze... mensen zich aan willen melden, kan dat. Ja. Oké. Dan kun je op de website van de molen kijken. Oké, okay, en daar staan ook de prijzen in ja. Bij wat het kost en hoe lang het duurt en wat je dan na afloop allemaal kunt. Nou, dank je wel voor de uitleg. We gaan even in de molen komen in het hart van het kloppend hart van de molen. Bert de Ruiter is ook molenaar. Zaterdag is altijd molendag, hè? Zaterdag gebruiken we daar is de molen gewoon. Nou, ik neem aan dat jullie erg blij zijn met de wind. En de storm wellicht niet, maar de wind van de afgelopen weken, dagen. Ja, de molen bestaat van de wind, hè? Ja, ja. Dus als het verdiend kan worden, nou, dus met de wind kun je wat verdienen. Ja, oké. Okay. Ja. Dus op een gegeven moment okay. Ook, dat was vroeger zo, ja. En nu is het allemaal hobbymatig. Ja, ja. Maar we zijn steeds erg blij op zaterdag met de wind. Ja, dat kan ik me voorstellen. Kan de wind ook gevaarlijk zijn, storm voor de molen eventueel? Absoluut, ja. Ja. Nee, want de molen die is echt... die kan in een half uur wel arm, maar in 2 jaar niet rijk. Ja, oké. Okay. Dus dat wil zeggen, met een flinke storm, dan kan in een half uur een gigantisch pak schade ontstaan.
Maar in 2 jaar werken we er echt niet bij elkaar. Dus we zijn nu zaterdag, voor morgen en voor vanavond wordt er een hevig storm voorspeld. Ja. Treffen jullie dan voorzorgsmaatregelen eventueel? Ja, absoluut. Wat ja. doen jullie dan precies? Nou, we leggen de molen extra goed vast. Ja. Op een gegeven moment, op een normale, reguliere manier ja. om die molen vast te leggen, plus wat extra. Mm-hmm. Dus normaal leggen we de wikken vast met een ketting. Ja. En nou doen we er nog een touw omheen. Oh, okay. En op een gegeven moment zitten er nog kleppen in de wikken, okay. die doen we vast los. Dus dat de molen zo min mogelijk ja, te lijden heeft van ja. het geweld. En dat is tot op heden altijd goed gegaan? Dat is dan, ja. ja. Maar dat geeft geen enkele garantie. Dat is nee, uiteraard. Als er echt een horst komt, ja, dus dan zijn we het bakje. Van wie is die molen eigenlijk? Van de stichting of van de gemeente? Van de gemeente Hardenberg. Oké, okay, die is eigenaar van de molen. Die is eigenaar van de molen, ja. Okay. Zijn er nog eventuele plannen voor de toekomst om wat... uit te breiden of iets anders? Ja, er zijn heel veel plannen voor ja, de toekomst. Nou, we zijn benieuwd. Vertel eens. Voor de cirkel naar bij de toekomst ja. willen we binnenkort het dek van het balkon gaan vervangen. Ja. De balken die eronder zitten en de planken die er bovenop liggen. Mm-hmm. Dat dek wordt helemaal vervangen. Ja. Ze willen de molen helemaal gaan schilderen. Oh ja? Dus dat zeg maar in de loop van de zomer dat de molen helemaal weer klaar is, dat die geschilderd is. Wat nu dat al geschilderd is, wordt nog niet geschilderd. Ja, dat bedoelt u ermee ja. te zeggen, denk ik. Ja. Oké, okay, ja, ja. En wat nog meer, eventueel? En we zijn als stichting zijn we bezig met een bouw, een kleine bouwprojectje. Dan beginnen we op de begane grond komt nog een maalstoel meer te staan. Ja. Want we hebben heel vaak mensen die kunnen niet naar boven, durven niet naar boven. Oh ja, hoogtevrees. Kijk, want het zijn allemaal steile trappetjes. Ja, en slechte knieën en zo. Ja, ja. Ik voel me intussen even de trap, even kijken. Ja, het is natuurlijk een smal trappetje. Ja. En voor die mensen gaan jullie iets, onder andere iets extra's realiseren? Ja, dan komt daar een maalstoel beneden te staan die met een motor aangedreven wordt, wat ja. vroeger ook was. Want dat dient tweedelig. Dan ja. brengen we een stuk historie weer terug naar deze molen toe, wat vroeger geweest is. Mm-hmm. Dus we maken wat van vroeger is incompleet, dus maken we weer compleet. Ja. Plus wat extra, dan zeg maar de mensen met hoogtevrees, met een handicap, dat we die toch beneden ook een demonstratie malen aan kunnen bieden. Nou. Want kijk, zo hebben ze dat vroeger geld ook verdiend. Dat is mooi, dat jullie ja. daarin toch een subsidie vrijgemaakt om dat te realiseren, want dat kost een paar centen, denk ik. Ja. Oké. Okay. Ja. Merken jullie ook dat er meer belangstelling is voor de molen op zich en alles wat daar rond is? Ja, de draagvlak klimt er door toe. Kijk, ja. het is ook zo van, nou is de molenliefhebbers die de molen al een warm hart toegedaan, maar de techniekliefhebbers ja. dragen ons lang ook steeds meer een warm hart toe. Want er ja. zijn ook wel mensen die liefhebbers zijn, oude trekkers, oude motoren, okay. oude auto's. Ja. Die vinden het ook leuk om zo'n oude motor weer aan het werk te zien. Ja, precies. Dus dat maakt voor ons ja. een breder publiek. Nou, het is duidelijk het verhaal. We zijn benieuwd. We blijven het volgen. Bedankt voor dit interview. Oké. Okay. Jullie, komen jullie de molen bezoeken? Ja. Zijn jullie hier al eens eerder geweest? Ja. Hoe heet jij? Efron. En jij? Michal. En wat vinden jullie zo leuk aan de molen dan? Nou, omdat, ja, dus ik vind het leuk om al die tandwielen te zien draaien en hoe die, ja, okay. Dat graan maakt. Ja, ja, dat fascineert je een beetje. Ja. Wil je dat ook misschien nog later gaan doen? Ja, ja. Kan. Ja, dat kan, je bent technisch. Ja, oké. Okay. En jij dan, wat vind jij er leuk aan? Alles. Alles, nou, oké. Okay. Ik zou zeggen, veel plezier. Ja. Dag.